Vandaag is Bart-Jan Harmsen bij mij te gast. Bart-Jan is wethouder in gemeente Twenterand. Daarvoor was jij jarenlang politieagent. Waarom zou je die overstap maken van politieagent naar wethouder? Dit is Ed Kars. Welkom. Bart-Jan, welkom. Toen jij nog een kleine Bart-Jan was, wat wilde jij toen worden? Goh, wat wou ik allemaal worden? Het begon ooit, als je het echt over een hele kleine hebt, toen wou ik ridder. Ridder leek wel leuk. Maar ja, dat was natuurlijk niet echt heel realistisch. Ja, ik had altijd wel zoiets van, ik wil iets van de techniek in of zo. Maar ik was altijd bezig met techniek. Dus toen heb ik ooit een poging gewaagd om de techniek in te gaan. Maar dat is niet helemaal gelukt. Uiteindelijk ben je politieagent geworden? Ja, na een zoektocht van wat ga ik doen. En toen kwam ik uit bij de politie, want politie is wel een beroep waar je eigenlijk ook weer heel veel kanten op kan. Dus het is een heel divers beroep. Dus daarom ben ik eigenlijk bij de politie terechtgekomen. En wat trok jou daar het meeste nog in? Ja, toch wel die diversiteit, actie. Het is gewoon echt een organisatie die heel veel kansen biedt. En waar je heel veel kansen kunt pakken. Het is ook maar net hoe je het zelf vormgeeft. Maar het is wel een hele leuke organisatie om voor te werken. Ondanks al het gedoe, hoor. Ja, het is natuurlijk vaak negatief in het nieuws. Ja. Maar ik denk als je jezelf wil ontwikkelen en je wil leuke dingen doen, dat is wel de politieorganisatie een hele grote, leuke organisatie om jezelf te ontwikkelen. Was dat zwaar? Je maakt heftige dingen mee, maar ik vind over het algemeen het werk niet zwaar. Maar het kan best wel iemand die veel heftige dingen achter elkaar heeft gehad, daar kan het best wel zwaar voor zijn. Maar ik heb het niet als zwaar ervaren. Nee. Dus het is niet, als je het hebt over werkdruk. Het is meer roosterdruk. Het is gewoon krap qua capaciteit en daar heb je wel wat last van. Maar of ik het zwaar had, nee, ik vond het wel een leuk vak. Uiteindelijk heb je dat vak dus 17 jaar gedaan. Ja. 17 jaar agent geweest, nog verschillende functies gehad binnen de politie. Ja. Uiteindelijk ben je nu wethouder. Heb je een hele rare overstap eigenlijk gemaakt. Ja. Dus ik vind het heel raar. Ja. Ik zie dat voor me als politieagent loop je op de straat, handboeien, pistool, actie. Ja. Heel anders dan wethouderschap. Dat zie ik dan weer voor me achter een bureau, vergaderingen, een beetje in de media staan. Ja, dat is wel een verschil. Ja, waarom? Nou, ik was de laatste 8 jaar binnen de politie was ik ook leidinggevende. En toen zat ik ook al wat meer in het ook een bestuurlijke. Dus ik had wel de overleggen met de gemeente, met de burgemeester. Team overleggen intern. Ja. En ja, op een gegeven moment, ja, waarom maak je dan die overstap? Het is niet echt dat ik een hele bewuste overstap heb gemaakt van ik doe nu dit en dan wil ik dat. Op een gegeven moment, ik ben ook in de politiek gerold. Dat is omdat ik altijd wel actief was in Den Ham, dingen deed. Ja, je rolt ergens in. En nou, ik zat al langer in de politiek. Ik zat 8 jaar in de gemeenteraad. En op een gegeven moment, ja, dan wordt je partij wordt steeds groter. En dan komt toch eens een keer de vraag van, zou je geen wethouder willen worden? Nou, ik heb ook altijd geroepen van, ik word nooit wethouder. En ik weet ook nu dat ik nooit moet zeggen. Uiteindelijk, ik ben nu wethouder, maar ik ben wel met andere wethouders gaan praten. Ook oud-wethouders en burgemeesters van buiten de gemeente. En heb ik gewoon eens gevraagd van, kijken jullie daar tegenaan en wat maakt nou eigenlijk het vak zo mooi? En toen ben ik daar toch wel over nagedacht. Op een gegeven moment komt ook daadwerkelijk die vraag van, wil je wethouder worden? Nou, daar heb ik toch wel heel wat keren over nagedacht. Maar vind je het vak nu ook echt mooier dan de politie? Het is niet te vergelijken. Nee, het is niet te vergelijken. Het heeft allebei mooie kanten. Ik ben tot de laatste dag ben ik met heel veel plezier naar het werk gegaan bij de politie. Ik ga nu met heel veel plezier naar het werk. Ja, het is gewoon... Mis je de politie dan nog wel? Nou, ik mis ze niet, omdat ik wel veel plezier in het werk nu heb. Maar natuurlijk, ik heb ook wel eens baaldagen nu. Of dat je een dag hebt en denkt van, dat je er gewoon niet zoveel plezier aan hebt. Of dat er bepaalde onderwerpen zijn die gewoon heel pittig of heftig zijn. Het is niet alleen maar jippie-jajé en feest. Dat is gewoon zo. Dat is gewoon niet zo. Dat is, ik denk met elk vak. Als ik tegenwoordig wel eens op LinkedIn allemaal berichtjes zie. Ja. Een manager, dat lijkt net of hij altijd 24 uur per dag volop in zijn energie zit. En heeft hij vakantie gehad en ik heb mijn batterij weer opgeladen. Ja, ik vind het ook al een beetje flauwekul. Want iedereen heeft wel zijn baaldag. Iedereen heeft wel zijn minder leuke klus. Dus als wethouder net ja, zo. Ja, dat is ook zo inderdaad. Alleen, vind jij dat dat meer is in het wethouderschap dan in de politie? Je staat meer in de spotlights. Natuurlijk als politie sta je wel in de spotlights en sta je wel bij een incident en krijg je wel eens een keer de wind van voren, maar dat is meer gericht tegen jou als organisatie. Ja. Nu als wethouder is het vaak wel persoonlijk. Ja. En, je kunt het ook vergelijken met bijvoorbeeld een protestactie, want daar heb je nu mee te maken, daar had je toen als politieagent ook mee te maken. Ja, dat klopt, maar toch is die wel anders. Je ziet, het is heel anders. De maatschappij verandert ook, hè. Je ziet het ook in de landelijke politiek. Cijfers zijn tegenwoordig niet meer de waarheid. Cijfers, daar wordt...
ja, iedereen vindt er wat van. En je ziet dat ook met de boeren, met de hele stikstofdiscussie. Ja. Van het RIVM komt met cijfers. Nou, dat wordt dan eigenlijk gezegd van ja, die cijfers kloppen niet. En dat is wel de complexiteit waar je tegenwoordig mee te maken hebt. En ook als wethouder. Dus dat, je hebt wel onderwerpen, daar is heel veel over nagedacht. Nou, en dan op een gegeven moment wordt het gepresenteerd. Oh, er klopt niks van, het is niks. En totdat je een stukje uitleg geeft. En dan zeggen mensen, oh ja, nu snap ik het. Maar het is toch een hoop gedoe? Ja, dat is het ook. Het is heel veel gedoe. Maar dat is ook wel weer het leuke. En dat vond ik binnen de politie ook wel. Hoe meer, even plat gezegd, hoe meer shit er soms aan de hand was. Ja. Hoe leuker ik het werk vond. En nu binnen de gemeente ook wel, hoe meer gedoe er soms is. En dat bedoel ik niet alleen negatief hoor, maar wel als het wat heftig is of pittige dossiers, complexe dossiers, dat vind ik wel lekker werken. En als je die op een goede manier kan afronden, ja, dan krijg je wel een kick van. Maar het is nu wel, dat zei je net ook al, het is nou echt ook meer persoonlijk gericht. Dus bijvoorbeeld inderdaad een protestactie. Dat krijg je allemaal wel over je heen. Ja, dat klopt. Heel anders dan met de politie, want dat is je werk. Nu krijg je het echt over je heen, neem je mee naar huis. Ja, dat is wel anders dan bij de politie. Kijk, als bij de politie, als iemand echt een grote mond tegen me had, dan zei ik van op een gegeven moment van, hou nou hier gewoon je kop dicht, wegwezen hier. Ja. En als je dan nog niet luistert, nou, dan hield je me aan. Als ik nu tegen iemand, zeg van, man met een gezeur, hou alsjeblieft je kop dicht, ja, dan sta ik de volgende dag sta ik in de krant. Dan staat een heel artikel in de krant van wethouder. Had je daar moeite mee met die... Nee, je weet dat het anders is. Ik zat al wat lang in de politiek. Dat maakt wel dat je daar nu makkelijker in acteert. Maar het is wel, ja... Het is wel anders dan bij de politie, ja. Je moet wel voorzichtiger zijn. Want tegenwoordig staat heel snel iets op social media. Maar elk verhaal heeft altijd twee kanten. Dat is gewoon zo. Dus uiteindelijk als iemand iets heel erg roept op social media of in de krant... Ja, dan moet je daarna heel veel eraan doen om uiteindelijk de andere kant van het verhaal ook te laten horen. Dus dat is wel... En als er nog een keer wat negatiefs gebeurt, neem je dat dan ook mee naar huis? Meer dan bij de politie, dat merk ik wel. Kijk, bij de politie had ik... Nou, je ligt er nog wel eens een keer s'avonds in bed liggen en denk ik, zit me toch niet meer lekker. Of het wordt heel veel gedoe, of het wordt net verkeerd uitgelegd, of het staat in de media. Dan denk ik van, ja jongens, zo zit die zaak gewoon niet in elkaar. En bij de politie had ik natuurlijk wel heftige incidenten. Van zware aanrijdingen tot suïcidegevallen, wat ook wel impact heeft, of iets met kinderen. Maar daar kon ik me altijd wel goed overheen zetten. En dan kon ik dat op een professionele manier in het werk kon ik wel denken van, nou, dit hebben we wel goed met elkaar aangepakt. Maar nu heb je er wel meer moeite mee. Ja, nu knaagt het af en toe wel wat meer. Daarom zeg ik ook, ik durf mezelf er best wel kwetsbaar in op te stellen, dat ik niet altijd roep van, oh, het is allemaal halleluja, het is allemaal geweldig. Nee, je hebt echt wel af en toe rotdossiers waar je s'avonds toch wel eens even van in bed ligt en denk je, maar dat is wel gedoe. Praat je daar dan ook over met in het gezin? Ja, je hebt er wel over. Ja. Maar mijn kinderen zijn natuurlijk 3 en 6, dus dat praat wat lastig. Ja, precies. Met mijn vriendin heb ik er wel over, maar ook wel gewoon met mijn ouders of met vrienden. Kijk, als ik eens een keer met... kameraden eens een keer ergens een biertje doen. Ja, je hebt het met elkaar wel over het werk. En dan heb je ook wel eens een keer over dat soort dilemma's. Van nou, hoe zit het nou in jouw werk? Of hoe zit het nou in mijn werk? Dus je hebt altijd wel mensen waar je mee praat. Maar ook wel binnen de organisatie, binnen het gemeentehuis, heb je ook wel met ambtenaren waar ik ook wel goed mee kan sparren. En dat vind ik wel heel prettig. Maar het klinkt nog steeds niet echt heel... een heel leuk beroep. Ja, maar het is wel heel leuk. Want je kan zeggen, je krijgt shit over je heen, dan moet je meer mee dealen, dan neem ik meer naar huis. Ja. Waarom zou je überhaupt wethouder willen worden? Nou, laat ik zo zeggen, wat maakt het beroep zo leuk, is dat je nu echt concreet ook iets voor je doop, voor je gemeente kan betekenen. En ik heb in het verleden al meerdere dingen gedaan voor doop. En ik ben een beetje, vanuit toeval ben ik in de gemeenteraad gekomen, maar toen had ik altijd wel het gevoel van, ja, je bent wel het hoogste orgaan binnen de gemeente, zo wordt het gezien. Maar je directe invloed is wat minder. En nu heb ik het gevoel dat ik wel meer aan die knoppen kan draaien. Dat ik denk van, als ik wil dat die rotonde daar bij Harwich komt, dan kan ik daar wel druk op zetten dat die rotonde daar zo snel mogelijk komt. En die invloed heb je nu wel. En als gemeenteraad, dan zit je wat meer op de hoofdlijnen. En nu kan ik wel zeggen van, we gaan dit doen, we gaan dat doen, we gaan mooie dingen doen binnen de gemeente. En ik vind ook het hele mooie van, hoe ga je als wethouder binnen je organisatie om? Het was altijd behoorlijk hiërarchisch en ik ben er een beetje waars van. Dus ik vind het wel mooi om op een hele andere manier als wethouder naar te werk te gaan. Spelen. En dat vind ik wel het hele spel van hoe werk je met elkaar samen, met de samenleving, met je ambtenaren. En dat is wel een hartstikke leuke klus. Dus daar krijg ik wel heel veel energie van. Maar er zitten ook overeenkomsten in met je vorige baan eigenlijk. Ja, de laatste 8 jaar was ik dan leidinggevende bij de politie. En dan is het ook altijd van hoe ga je met je team om? Hoe zet je mensen in hun kracht? En dat doe je eigenlijk als wethouder ook wel. En ook wel op straat, hoe ga je met mensen om? Kijk, als politieagent op straat, je sterkste wapen is nog steeds je mond.
daar kun je het meeste mee winnen op straat. En in de politiek is dat precies hetzelfde. Een beetje de toon die de muziek maakt af en toe. Hè? Ja. En wat is dan nu jouw uitdaging? Wat mijn uitdaging is? In de politiek? Ja, toch wel de projecten die we aan het begin hebben afgesproken van deze periode. Om die ook daadwerkelijk te realiseren. En dat is altijd nog een hele pittige klus. Omdat we gewoon erg te maken hebben met sociaal domein. Dus jeugdhulp, ouderenzorg. Dat drukt behoorlijk op onze begroting van de gemeente. Dus alles staat wel onder druk. Maar ik probeer wel van hoe kunnen we dan zoveel mogelijk maken. Ja. En wat ik echt een leuke klus vind, waar ik ook voor wil gaan, is toch een beetje die verandering van hoe ga je om met de samenleving. En ben je nou momenteel mee bezig? Ja, ik heb communicatie in de portefeuille. Dus ik probeer wel steeds op een andere manier te communiceren met je inwoners erbij te betrekken. Maar dat is nog wel een klus over deze gemeente. Hoe doe je dat dan? Ook met de ambtenaren continu een gesprek van, oké, als we een project beginnen, van hoe vliegen we het aan? Is het iets wat wij als gemeente willen? Of laten we juist die inwoners en de gemeenteraad het bepalen en meedenken? En soms ook gewoon dingen loslaten. De gemeente af en toe was de neiging om het krampachtig vast te houden, van dit is van ons. Ja. Terwijl er zit zoveel kracht in de samenleving en dat moet je meer benutten. Dus dat is wel elke keer die zoektocht van, hoe ga je dingen anders doen? Ja. Want dat is wel leuk, krijg ik energie van. Ook lastig. Ook lastig. Ja, dan is 4 jaar ook heel kort. Want ja. Je bent eigenlijk voor 4 jaar gekozen. En je merkt wel dat je het in die eerste 2,5 jaar moet je het wel gaan doen. En je ziet nu al dat dingen die je al hebt gedaan zijn nu in de uitvoering. Maar dan is 4 jaar zo kort. Dat en je zit nog op de helft. Ja. Denk je straks na die 4 jaar dat je dan nog weer in de politiek zit überhaupt? Ja, ik begon eigenlijk van zeg nooit nooit. Zo ben ik wethouder geworden. Ja, precies ja. Ik word geen wethouder. Ja. Zit ik daarna nog in de politiek? Ja, weet ik niet. Ik heb tegen mezelf gezegd, en ook wel binnen gezin, van als ik 3 jaar wethouder ben, dan wil ik erover nadenken, wat ga ik daarna doen? Dan heb ik nog een jaar om me vast voor te bereiden. Wil ik door in de politiek of niet, of ga ik wat anders doen? En soms komt ook totaal wat anders op je pad. Dit is ook op mijn pad gekomen, wat ik van tevoren niet had bedacht. Dat kan straks ook weer in een andere klus. Maar ik ga met net zoveel plezier ga ik weer terug naar de politie. Hoor. Dus dan ga ik daar gewoon lekker aan de slag. Want mis je de politie nog vaak? Nee, ik mis het niet. Nee, oud-collega's heb ik nog contact mee. Ja, die spreek ik nog regelmatig. Ik ben nog eens een keer op een feestje van de politie. Maar wat zeggen ze dan tegen jou? Van, goh, wat ben je toch mee bezig? Nee. Snappen ze ja, dat ze zagen het op een gegeven moment wel aankomen. Maar ze snappen het ook wel? Ja, ze snappen het wel. En ze wisten dat ik al iets lang in de politiek zat. En ze vinden het ook wel weer mooi. Maar dan is Bart-Jan, de teamchef van Ome, die is nu een keer wethouder. Dus ze vinden het ook wel geinig. Dus, het contrast is gewoon wel. Ja, het blijft wel. Ja, dat is het ook. Dus, nee, maar ik... Wat ik hierna ga doen, ja, ik weet het niet. Laat ik zo zeggen, ik denk niet dat ik binnen Twenterand dat ik daar 12 of 16 jaar wethouder ben. Ik ben niet iemand die dat heel lang gaat doen, maar nee. Ik wil wel leuke dingen doen voor de gemeente. Okay. Dat wel, maar ik zie het straks wel. Je wordt niet de nieuwe burgemeester? Nee. Nu ben ik nog lekker Bart-Jan in de doop. En ik ben wel wethouder, maar ik denk dat de meeste inwoners mij dan gewoon zien als Bart-Jan. En burgemeester, dan ben je altijd de burgemeester. Kijk, mooi voorbeeld. Als ik nu als Goud van Oud is bij Zaaldijk in Leemelen, ja. Dan ga ik daar naartoe als Bart-Jan. En mensen weten wel dat ik wethouder ben, maar het is nog steeds Bart-Jan. Die gaat mee naar Zaaldijk. Oh, dat is 1 keer per jaar. Maar als ik burgemeester ben, dan is de burgemeester die... Ja, ik vind deze functie vind ik leuk. Je leeft een stukje vrijheid in dan? Ja, vind ik wel. Maar dat doe je nu eigenlijk ook wel? Nu ook. Denk ik bij de politie ook al wel. Maar ik denk als burgemeester nog meer, omdat je dan ook vaak in de plaats gaat wonen waar je werkt. Ik woon hier, maar ik denk dat het niet goed is om dan ook nog eens in je eigen gemeente burgemeester te worden. En kijk, het is wel als ik naar een andere gemeente zou gaan en ik word daar burgemeester, dan kom je daar ook binnen als burgemeester. En dan ben je altijd de burgemeester. Dus als ik nou in de winkel loop of ik ga eens een keer, ik haal een pizzaatje of wat dan ook, ja. Dan is het altijd, de burgemeester. Ja. En nu valt het wel mee. Ja, nu valt het wel mee. Ja. Je zei net wel van, misschien ga ik wel terug naar de politie. Ja. Kun je nog terug naar de politie? Ja, ik kan nog terug. Dat is al geregeld. Ja, je hebt een terugkeergarantie. Dat is ook wel... met dit soort functies zijn er gewoon afspraken voor binnen de politie. Dus dan zet je eigenlijk ook in voor de maatschappij. En dan kun je nog 4 jaar terug. Dus de hele termijn heb ik de kans om terug te gaan. Ook aan het einde van de termijn. En als ik besluit om door te gaan, toch binnen de politiek, dan kan ik wel weer met de politie in gesprek om afspraken te maken over verlenging. En de voorlees binnen de politie is zo krap qua personeel. Dus dan verwacht ik niet dat ze heel moeilijk gaan doen. We zullen zien hoe het loopt. Ja. Bedankt, Bart-Jan. Ja, ook dankjewel. Gesprek. Dit was Edcars voor deze week. Volgende week zijn we weer met een nieuwe gast. Tot dan. Bedankt voor het kijken.